In het nieuwe tariefstelsel voor de energiekosten is er een tegemoetkoming voor mensen die energie willen besparen. De regering heeft op 9 juli de staatsbesluiten die de nieuwe elektriciteitstarieven mogelijk maken goedgekeurd. De nieuwe berekeningswijze en stroomtarieven zijn goedgekeurd nadat er veel protest was vanwege de in juni aangekondigde tarieven. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat in de nieuwe tarievenmethodologie een systeem is gecreëerd waarbij het verbruikstarief dusdanig is opgedeeld ten voordele van personen die willen bezuinigen. We zijn nu gekomen met een systeem waarbij er, het verbruikstarief is opgedeeld in een verbruikstarief 1 en een verbruikstarief 2. Het verbruikstarief 1 is bewust lager gehouden en huishoudens die consumeren tot en met 800 kilowattuur per maand, die maken aanspraak op dat lager verbruikstarief. Om die ondernemers tegemoet te komen hebben we die cap, die maximum gehouden op 2600 kilowattuur. Ja, en ga je boven, ga je meer verbruiken dan die 800 of 2600 kilowattuur, dan kom je wel in aanmerking voor verbruikstarief 2. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij wijst erop dat het verbruikerstarief voor huishoudens 1 SRD en 15 cent is als het verbruik gesteld is op een maximum van 800 kilowattuur. Dit geldt ook voor niet-huishoudens met een maximale verbruik van 2600 kilowattuur. In geval deze personen meer verbruiken, zullen de normale verbruikskosten worden toegepast.